Een 8-core custom processor geklokt op 2,3 GHz. Een 40 custom compute units GPU geklokt op 1172 mHz. 12 GB GDDR5 RAM geheugen. 326 GB per seconde geheugenbandbreedte. Een 1 TB harde schijf. En jawel, een 4K Ultra HD Blu-ray lezen en spelen. Jongens, zojuist noem ik de specificaties van de Xbox Scorpio. De nieuwe Xbox die deze E3 volledig uit de doek wordt gedaan. Maar zojuist, en dan praat ik over 6 april, zijn de specificaties van het apparaat een soort van definitief uit de doeken gedaan. De specificaties spreken veel goeds. Er zit DirectX 12 verwerkt in de GPU. Er zijn heel veel games die gebruik maken van DirectX 12. Als dat rechtstreeks in de grafische kaart zit, houdt dat dus in dat die games veel makkelijker gaan afspelen. De console heeft 12 GB RAM, levert 8 GB in voor de games vast. Houdt 8 GB over wat gebruikt kan worden voor achtergrondprocessen en de 4K system UI. Ik wil eigenlijk heel deze video even versimpelen. Ik ben meteen met de specificaties begonnen, bewust. Die wil ik eigenlijk achter me laten en wil ik het doel van heel de console vertellen. Want het doel van Microsoft met de Xbox Scorpio is eigenlijk dat alle games op de Xbox One die nu uit zijn, die 900p runnen, die 1080p runnen, nette 4K gaan draaien op 60 frames per seconde. En dan heb ik het inderdaad over de games die al uit zijn, dus die nu al bestaan, en over de toekomstige games. En dan zul je misschien bij jezelf denken, dan moeten ze er superveel werk gaan stoppen om al die games een update te geven. Microsoft heeft laten weten dat er al verschillende tests zijn geweest. Degene die de hele review heeft gedaan, met toestemming van Microsoft trouwens, dat is via Digital Foundry gegaan. Dus zoek zeker even dat kanaal op, kan het hele verhaal zelf even volgen. Maar via hun is bekendgemaakt dat hun de engine van Forza Horizon van de Xbox One versie van de game in 2 dagen hebben kunnen omzetten om werkend te krijgen volledig 60 frames per seconde 4K op de Xbox Scorpio. En ze hebben eigenlijk een soort van engine rondom de hardware van Scorpio gemaakt die ze eigenlijk hebben opgebouwd naar aanleiding van de punten waar de problemen met de Xbox One voorkwamen. Omdat ze zeg maar heel game gerelateerd te werk zijn gegaan, schijnt het heel makkelijk te zijn om voor hun een game engine binnen 2 dagen, wat dus bij Forza zo was, of misschien langer bij andere games, dat weet ik niet. Maar in ieder geval vrij snel die engines om te kunnen zetten, waardoor de game dus in 4K runt, native, 60 frames per seconde. Dat het apparaat krachtig is, mag vaststaan. Het is zeker een krachtig apparaat. De kracht van de console is heel goed terug te zien in de testen van Forza in 4K 60 frames per seconde. In die testen zien we het percentage van het gebruik van de GPU en die blijft gedurende die test tussen de 50%, 60% en net tegen de 70% aan heen schommelen. Dus oftewel, testen blijven er rond de 50, 60, 70% zitten en 70 is heel nieuw. Daaruit kan je dus concluderen dat het een hele zware game is, want Forza is grafisch wel een zware game. Technisch goed in elkaar gezet, wat het enigszins versimpelt en DirectX 12 gebruikt, wat ook weer in de GPU gebakken zit, zoals ik net al zei. Het zijn allemaal dingen die heel goed meewerken om een game makkelijker te laten runnen. Maar hij houdt dus zo dik 25-30% over aan GPU-kracht, wat inhoudt dat hij zelfs niet op zijn volle toeren runt tijdens 4K. Ja, dat is veelbelovend. Ook belooft Microsoft dat mensen die niet gebruik maken van 4K-tv's, net zoals bij de PlayStation 4 Pro, ook profijt zullen hebben van de Scorpio. Dat hele principe komt precies overeen met dat van de PlayStation 4 Pro. Games worden gewoon via de Scorpio gerund op 4K, worden weer gedownscaled naar 1080p, waardoor je een soort van super sampling effect krijgt en het er dus veel scherper uitziet op jouw 1080p scherm. In de video's van Digital Foundry vinden we beelden terug van de chip die Microsoft zelf heeft ontwikkeld, het volledige moederbord van de Scorpio en eigenlijk het koelingssysteem en daarbuitenop dus eigenlijk het totaal van het apparaat waarbij je de cd-speler ziet zitten. 4K trouwens, Ultra HD zoals ik al eerder zei, wat niet in de PlayStation 4 Pro zit. Windpuntje, wat blijkbaar zijn heel veel mensen die heel graag willen hebben. Maar je ziet eigenlijk alle componenten op elkaar gestapeld en daar komt er eigenlijk een bepaalde vorm uit te staan. Dat plaatje zie je nu en die vorm is plus minus dus ook hoe de console eruit gaat zien, denk ik. In juni tijdens de E3 wordt de Xbox Scorpio volledig uit de doeken gedaan, want we weten nog geen naam en we weten nog geen uiterlijk. Nou, wat ik net zeg, plus minus, maar dat zal gewoon niet kloppen. Het zal een mooie behuizing omheen komen te zitten en we weten geen prijs. Digital Foundry en verschillende bronnen
verwachten een prijs rond de €499, wat enigszins realistisch is, denk ik. De hardware die in de PlayStation 4 Pro zit, wordt ook alweer goedkoper. En zo kan de hardware van de Scorpio nu, of in ieder geval rond de tijd van release, ook wel weer goedkoper worden aangeschaft. De PlayStation 4 zat ook tegen het randje aan van winst maken, geen winst maken, deals met AMD... En het zo goedkoop mogelijk maken van die console. Nou, als je een hele kleine winst maakt en je console verkoopt gewoon fucking goed. Ja, dan maken die winst vanzelf toch wel. Maar goed, dit is even voor mij de korte video met de Scorpio details. In hoeverre ik het weet en ik me erin verdiept heb. Voor de volledige onthulling ga naar Digital Foundry's pagina. Ik zal hem ook wel even linken of in de reacties onder schrijven. En ik bedank jullie weer hartelijk voor het kijken naar mijn video. En dan check ik jullie in de volgende video. Later. Oké. Okay.